Hier is Business Club Radio. Live vanuit Cultura in Ede. Voor ondernemers, door ondernemers. En vanavond met Mirjam van Essen, eigenaresse van Beauty Pillow uit Ede. Goedenavond, dames en heren. Weer een uitzending van Business Club Radio, waarin we steeds een ondernemer uit de regio of een bestuurder te gast hebben en dan praten over waarom ze de dingen doen die ze doen. En vanavond hebben we iets heel leuks. Hebben we Mirjam van Essen, die genomineerd was voor Jong Ondernemer van het jaar 2017 in Ede. Daarvoor nog gefeliciteerd. Dankjewel. En jij mag wat komen vertellen over wat je aan het doen bent. Dus kun je je voorstellen, waar kom je vandaan? Hè? Wie ben je, waar kom je vandaan? Ja, nou ja, ik ben Mirjam van Essen, inmiddels 52 jaar. Dus in de categorie jong ondernemer, ja, het zegt, was niet dus echt, het wel, maar ja. Jonge onderneming paste ik beter. Ja. Ik ben opgegroeid in de Achterhoek, in Lochem. Okay. En daar heb ik eigenlijk mijn hele jeugd doorgebracht. Van kleuterschool tot middelbare school. Zo. En wat voor een opleiding heb je daar gedaan? Ik heb het ateneum gedaan. Mm-hmm. En daarna had ik eigenlijk niet zo heel veel zin om naar de universiteit te gaan. Mm-hmm. Ik wilde graag journalistiek doen. Oh, dat is leuk. Ja, echter, toen had je te maken met loting. En toen waren er maar twee locaties in Nederland die journalistiek aanboden. Dat was Kampen en Utrecht. Mm-hmm. Mijn voorkeur ging toen naar Utrecht. En helaas werd ik uitgeloot. Oh. En toen wist ik even niet zo goed wat ik wilde gaan doen. Uiteindelijk had ik bedacht een korte praktijkgerichte opleiding. En dat werd Schroevers. Ik heb direct secretaresse gedaan, Europees secretaresse. En toen ben ik bij een groot reclamebureau in Amsterdam aan het werk gegaan. En toen kwam ik eigenlijk al snel tot de conclusie dat secretaresse zijn niet echt mijn ding was. Maar je kwam uit Lochem? Ja. En toen ben je naar Amsterdam verhuisd dus? Ja. Ja. Dat is natuurlijk naar de wereldstad. Nou, ik ben geboren in Amsterdam. Oh. En mijn ouders komen uit Amsterdam. Dus ik was 1 toen mijn ouders... Uit Alhoets, daar. Ja. Oké. Okay. Overgingen naar Lochem. Dus ik had er wel heel veel voeling mee. Maar toen kwam je erachter dat directiesecretaresse niet jouw roeping was? Nee. Reclamewereld vond ik aan zich wel heel leuk. En toen ben ik eigenlijk in de avonduren diverse marketing- en reclameopleidingen gaan doen. En wat hinkstapsprong gemaakt via Uitzendwereld, waar ik interstudenten ben geweest bij onder andere Randstad. Eigenlijk weer in de reclamewereld terecht ben gekomen. Mm-hmm. En wat commercieel ervaring opgedaan, wat creatieve ervaring opgedaan. En uiteindelijk ben ik in 98 begonnen in de makelaardij. En hoe ben je nou in Ede terechtgekomen? Ik had 5 jaar makelaarskantoor in Driebergen. En wegens persoonlijke omstandigheden ben ik komen te werken bij een makelaarskantoor in Ede. Oké. Okay. En na een jaar heb ik dat bewust kantoor overgenomen. En ben ik een jaar later ook verhuisd naar Ede met mijn kinderen. En hoe lang heb je dat gedaan daar? In Ede ben ik 8 jaar makelaar geweest. Zo, dus en dan was het de particuliere markt of ook zakelijk? Voornamelijk particulier, de woningmarkt. Ja. Ja. En dat is tot wanneer heb je dat gedaan? Ik ben hier in 2003 begonnen. 2004 heb ik het overgenomen. En in 2011 ben ik daar vanwege de crisis mee gestopt. Ja, want je hebt inderdaad toen die moeilijke jaren gekregen. Ja, behoorlijk. Oh, okay. Ja. Nou, we gaan ook straks even verder over de rest van het verhaal. En nou gaan we luisteren naar een hele bijzondere plaat. Je hebt een mooie lijst meegenomen. En we beginnen met Emma Chaplin met De l'abîme au rivage.